Er moet iets komen, zeg maar, of preventief, of een ander beleid. Er moet wel iets aan gebeuren, maar wij kunnen toch niet alles opruimen. Het is buiten extreem warm, maar dat weerhoudt deze hoveniers niet om bepakt en bezakt de eikenboom aan de Lieving en Bijlen in te klimmen. Geen eikenprocessierups mag achterblijven en nog meer dan 10.000 bomen voor deze ploeg te gaan. We zitten tot de bouwvaart, zeg maar, tot de zomervakantie zitten wij eigenlijk wel vol. De scholen en zeg maar, bijvoorbeeld plekken waar evenementen zijn en zo, die gaan we eigenlijk voor. En ja, particulieren, ja, die komen wel als laatste aan bod. Eikenbomen op plekken waar veel mensen zijn, gaan dus voor op verlaten eikenbomen. En dat is in Hoogeveen niet anders. Toch zijn de nestjes in de straat van Nathalie Kappers uit Hoogeveen nog niet weggehaald. Het is hier een en al eik. Ja, het is hier helemaal rondom het hele blok. Dus overal is het eik. Nou ja, waar je maar naartoe gaat, richting centrum, dus overal is het eik. Buurtgenoot en ook haar zoontje Kane hebben erg last van de haartjes van de rupsen die in de lucht terechtkomen. Kane Kappers heeft ernstige astma. Die haartjes die bevatten histamine. Dat is eigenlijk hetzelfde als nou ja, wat de pollen bevatten. En dat werkt bij hem ook op zijn luchtwegen, op zijn huid. Hij is al gevoelig voor eczeem, dus dat versterkt het eczeem en natuurlijk de bultjes door de haartjes zelf. Dus u doet er echt van alles aan om te voorkomen dat hij in aanraking komt met die eikenprocessierups? Ja, het is alleen geen ontkomen aan. Want dat komt overal in. Dat komt ook in de ventilator van je auto bijvoorbeeld. Dus op het moment dat je in de auto stapt met hem om ergens heen te gaan, dan krijgt hij er ook last van. Dan kun je wel zeggen, nou ja, dan kun je op de fiets gaan, maar ja, dat is natuurlijk hetzelfde verhaal. Hoeveel extra mensen zou je nodig hebben om al die bomen wel aan te kunnen pakken? Als wij nu, dan hebben wij nog wel 20, 30 ploegjes nodig. Dus kunnen we zo wel 50, 60 man kwijt. En is daar ook het geld voor om die mensen in te huren? Dat is er wel, maar er zijn gewoon geen mensen. Er is gewoon geen mensen, er is niemand, dus dan houdt het op.